Wat is de rol van mystiek vandaag? Dus in het hedendaags denken, bijvoorbeeld ja, in het academisch denken, in de samenleving, in de bredere rol van katholieke lezers van de mystiek, maar eigenlijk ook de zinzoekers breder dan de traditie. En dan misschien ook naar het onderwijs toe, voornamelijk in theologie. Hoe moeten we naar de toekomst toe met mystieke theologie bezig zijn? Wat is daar de potentie van? Ja. Dus om met het eerste te beginnen, er zijn in de, ja, laten we zeggen, in de academische benadering van de mystiek, zijn er in de loop van de jaren allerlei trends gegroeid. En dat is waarschijnlijk heel normaal en dat heeft zijn nut en zijn voordeel. Maar mijn benadering is toch altijd geweest om in de eerste plaats de teksten gewoon te nemen zoals ze zijn. En dus de bronnen, de primaire bronnen, altijd daarvan te beginnen, daarmee te beginnen. En dus eigenlijk is het niet zozeer mijn zorg geweest of dat nu eigenlijk wel past in deze of gene trend van de onderzoeksgemeenschap, van de academische onderzoeksgemeenschap, maar gewoon dus proberen die teksten nog serieus te nemen. En te zien wat eigenlijk de kwesties zijn, de punten, de vragen die zij zelf stellen. En om op die manier die teksten ook een soort kritische functie te laten hebben ten opzichte van onze evidenties van vandaag. Hè. Dus dat het, daar zit een heel krachtig potentieel in die grote mystieke teksten. Potentieel van het bevragen van onze hedendaagse evidenties op vlak van geloof, op vlak van denken over de samenleving of de menselijke persoon enzovoort. Hè. Dus dat daar eigenlijk die bevatten een heel sterk potentieel om onze evidenties in vraag te stellen. Maar dan moet je de teksten ook wel nemen zoals ze zijn, hè, en niet de lastige passages eruit weglaten. Dus dat, ik zou zeggen, dat is zo. In de academische wereld, hè? Ja. Dan misschien inderdaad meer specifiek naar onze vooronderstellingen rond spiritualiteit. Hoe kan mystiek daar ons helpen? Ja. En ik denk, wat dat betreft, dat is wel interessant, want er is natuurlijk wel een zekere interesse in mystiek, hè? Tegenwoordig zo. Hè? Dus spiritualiteit en mystiek in het algemeen, denk ik dat daar wel een zekere interesse gegroeid is. Hè? En onze grote auteurs, ik denk nu aan onze Middel-Nederlandse auteurs, maar eventueel ook de grote anderen, hè? Die vertrekken toch altijd, dus de kern van wat ze zeggen, heeft toch te maken met echt een ontmoeting tussen God en mens. Hè? God in de volle zin van het woord en de mens in de volle zin van het woord. Hè? En die ontmoeting. Hè? Iets, opnieuw, dat is iets wat algemeen gesproken in onze cultuur, laten we maar zeggen, echt niet evident is. Hè? Om het concrete voorbeeld te geven, onze mystieke auteurs, Middel-Nederlandse mystieke auteurs, het grote kernwoord bij hen is de minne. Maar de minne heeft natuurlijk, dat is iets heel radicaal. Dus dat heeft ook wel, dat heeft aspecten van de vreugde en het genot en de verrukking van de minne. Maar tegelijkertijd is dat ook de pijn daarvan. Hè? Van de harde uitdagingen daarvan. En daar gaan onze auteurs gaan dat helemaal niet uit de weg. Hè? Omdat het een echte persoonsontmoeting tussen God als God, hè, en de mens ook echt als mens. Hè? Dus dat. En misschien dat voor de. Ja, ik zou zeggen, de zinzoekers van onze tijd de ogen kan openen. Hè? Dat wil niet zeggen dat door die teksten te lezen, dat automatisch iedereen ook zo een mystiek leven begint te leiden. Dat denk ik niet. Hè? Maar het kan wel de ogen openen voor dimensies die niet evident zijn. Hè? Dus dat denk ik dat dat. Zeker dat wel het potentieel in zich draagt. Hè? Ja.
Dus om al even kort samen te vatten, dus de mystieke tekst op zich heeft een soort zelfstandigheid, het te spreken voor zich. We moeten daar niet al te vaak tussen komen bij onze hedendaagse ideeën, want ze dagen ons net uit. En wat er dan in staat, daagt ons uit om niet enkel te gaan kijken van ja, God en mens, die ontmoeting, dat is iets vreemd aan ons en dat is iets van het verleden, maar het kan echt ons ook overkomen. En als het ons overkomt, dan is het niet enkel roze geur en maneschijn. En daar zijn net de mystieken Voilà, heel heel zeker. erg mee. Ja.